Dank u wel, dominee De Vreugd. Goedemiddag, dames en heren. Ik kreeg zojuist nog even de opmerking toegeschoven. Ja, wat is goed aan het christendom? Dat praatje gaat niet lang duren. Mijn antwoord was, of het kan heel lang gaan duren. Het is natuurlijk altijd moeilijk, ook voor een rabbijn, om te spreken over het christendom. Met 284 christelijke kerkgenootschappen. Op die paar vierkante kilometer die Nederland groot is, is dat op zichzelf al een probleem. Maar wat is mooi aan het christendom, dat hebben wij met z'n tweeën twee weken geleden ervaren. Dat mag je misschien wel verklappen, er was een klein dinertje in Amsterdam, in een van de kosher restaurants. En daar zaten we met ons vijven. Willem Ouweneel, bisschop De Korten, met wie Willem al eerder een boek had gedeeld. Professor Jan Hoek, ook een deel in de serie. En met Willem en met de uitgever. En in dit restaurant, er stonden allerlei lekkere dingen op tafel. En de kelner die legt uit zo wat het allemaal is. Israëlische gerechten, juist. Met allerlei ingrediënten. En de kelner legt uit, nou daar zit dat in, daar zit knoflook in. Waarop Willem zegt, nou als ik er vanavond thuis kom, dan moet ik een beetje afstand houden van mijn vrouw. Waarop de bisschop uit Groningen zegt, kijk, dat is nou het voordeel van het celibaat. Toen wist ik, dat is goed aan het christendom. Beste mensen, voor dergelijke beperkte visies bent u vanavond niet gekomen. Het is bijna een uitdaging om met zo'n titel vanavond voor u te staan. Niet zozeer om op zoek te gaan, voor mij als Jood, maar veel meer om dit met u te mogen delen. Want er staan aan de ene kant 2000 jaar tussen u en tussen mij in. En dan ervaar ik het inderdaad als een uitdaging, en daar hebben wij samen ook al over gesproken, om juist dat eruit uit te halen van die 2000 jaar, dat er natuurlijk hele goede, mooie momenten niet alleen zijn geweest, maar ook nu zijn momenten die wij moeten nemen, meenemen samen naar de toekomst. En daar wil ik het graag met u vanavond over hebben. En ik heb dat ingedeeld in een drietal blokjes. Een stukje uit de recente geschiedenis in de verhouding kerk en Israël. Een stukje, laten we maar zeggen, theologische benadering. En een stukje van nu, van vandaag, naar de toekomst toe. We zijn geneigd, wanneer we het hebben over jodendom en christendom, over de kerk en synagoge in Europa, dan laten we maar even beperken, dan zijn we gauw geneigd om terug te kijken naar de eerste eeuwen christendom, de ontjoodsing van het christendom, de periode van de kruistochten, de periode van de inquisitie, de wat negatieve gevolgen van de reformatie, en natuurlijk ook het sluitstuk van een bloeiend Joods leven in Europa. Maar laten we wel wezen, ondanks die zwarte bladzijden, ondanks die duistere momenten, weten we dat er ook momenten van licht zijn geweest. In die tijd die mij vanavond ter beschikking staat, zal ik keuzes moeten maken. En ik wil u meenemen naar een moment midden jaren 80,
in Nederland. De oprichting van het overlegorgaan Joden en Christenen. Historisch een moment waarvan we toen de significantie, de waarde misschien hebben onderschat. Het was een bijeenkomst bijna zo grootschalig als deze vanavond. In de aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam in de VU, een hele volle zaal. Ook een paar honderd aanwezigen. En achter die groene tafel, vooraan, zaten toen nog professor Schoon, Simon Schoon, en rabbijn Rodriguez Pereira. Het was een moment, een historisch moment, dat voor het eerst in het openbaar, zomaar in Nederland, kerk en synagoge, de theoloog en de rabbijn met elkaar in gesprek gingen. Wat er die avond gebeurde was op zichzelf interessant in de zin van, nou, dan hebben we een gesprek, maar waar gaat het over? En welke invulling geven wij daaraan? Wordt het een dialoog? Nee, riepen enkelen uit de zaal. Laten we eerst maar eens gewoon niet met elkaar praten, maar naar elkaar luisteren. Een monoloog. En als u nog eens terugkijkt, de kranten van die volgende dagen daarop naast staat, dan ziet u de discussie, het gesprek werd beheerst door de vraag, hoe moeten we eigenlijk invulling geven aan het gesprek? Ik kan me goed herinneren, dat was de dag daarna in het dagblad Trouw. Toen schreef Avraham Soetendorp, dit is de eerste keer dat de kerken warmte verspreiden naar de Joodse gemeenschap. Daar kunnen we naar kijken, maar dat stond in ieder geval in de krant. Een dag daarna, de visie van journalist Dick Howard. Een reactie op die uitspraak van Avraham Soetendorp. Dit is de eerste keer dat de kerken warmte verspreiden naar het Jodendom. Laten we vooral oppassen dat we ons niet aan die warmte verbranden. Was dat het cynisme? Was dat een reactie vanuit de 1900 jaar die daarvoor lagen? Of was dat misschien een visie van, nou, het blijft oppassen geblazen in het gesprek. Een heel ander moment. Hopelijk kunnen ze nog goed herinneren. De verontrusting binnen de Joodse gemeenschap over het nonnenklooster in Auschwitz, dat speelde enkele jaren daarna, begin 90er jaren. De bisschop van Haarlem, wijlen monsieur Bomers, die gaf een interview daarover. Wat was er precies aan de hand? Er was een congregatie van nonnen, die vond het wenselijk, noodzakelijk, om binnen de poorten van het voormalig vernietigingskamp Auschwitz, een klooster op te richten om daar te bidden voor de Joden op de wereld. Nou, ik weet niet of u dat beseft, maar op het moment dat nonnen gaan bidden voor het welzijn van Joden, dat kan ik in dit protestantse gezelschap misschien toch wel voorzichtig zeggen, dan weten Joden wel hoe laat het is. Ik reageer natuurlijk heel primair. Ja, er was veel onrust en er was veel commotie. En de toenmalige bisschop van Haarlem deed daar nog een schepje bovenop. In een interview met het Nieuw Israëlitisch Weekblad, met het NIW. Zeggen, ja, wacht eens eventjes. De Joden zijn schuldig aan de dood van de Messias. Dus dan moeten ze niet zo'n grote mond hebben. Als de nonnen willen bidden voor de Joden, dan moeten ze er alleen maar dankbaar voor zijn. Hoe zeg je dat? De rapen waren gaar. Met collega Rabijn Vorst hebben wij, zo ging dat officieel dan, audiëntie aangevraagd bij de bisschop. Daar kwam nog een aardige anekdote, misschien is het wel leuk om dat te verbinden, want de hand van boven is overal aanwezig.
En begin september 1990, toen zou dat gesprek plaatsvinden. Zelfs wij waren wij enige weken daarvoor een hele mooie vakantieplek in de Achterhoede. In de Achterhoek. Freudiaans. In de Achterhoek. En we liepen aan het wandelen en toen kwamen we langs een camping. En daar stond zo'n gebouwtje bij die camping. En daar stond de eerste steen. In die eerste steen, daar las ik, deze eerste steen is gelegd door Maria Bomers. Dan ben ik naar binnen gegaan en daar was de beheerder van die camping. En zei, heeft die eerste steen? Ja, ja. Ik zei, is dat misschien familie van Haarlemse bisschop? Ja, ja, dat is een nichtje, Marietje Bomers, dat is een nichtje van de bisschop van Haarlemse. Dat was dan ja, de voorzienigheid, noem ik aan mij. Twee weken later stonden we dan in het bisschoppelijk paleis in Haarlem. En we moesten even wachten en toen kwam de bisschop binnen. En toen zei de bisschop, die legde zo zijn hand op mijn schouder en de hand op de schouder van mijn voorzitter, zegt, weet u, ik vind het zo fijn dat u er bent. Mijn ouders hebben vroeger ook wel eens joden mensen over de vloer gehad. En toen zei hij, ja, dat was in Groenlo. Ik keek even op en heb ik dit verhaal verteld. Met alle respect overigens, maar die uitspraak. Ja? Mijn ouders hebben vroeger ook wel eens joden mensen over de vloer gehad. Daarmee werd voor ons nog een beetje de toon gezet, niet alleen van dat gesprek, maar kennelijk leven wij nog in twee werelden, heel ver van elkaar verwijderd. En als je ver van elkaar verwijderd bent, dan versta je elkaar ook niet. Heel kort kwam erop neer dat de monsieur vond dat net, dat vonden wij, dat deelde met de Joodse gemeenschap, die nonnen moeten we eigenlijk zo gauw mogelijk weg uit Auschwitz, maar ja, daar gaan de Nederlandse bisschoppen niet over. Op onze vraag waarom hij dan wel dat interview had gegeven met zijn mening en dergelijke, daar kregen we niet echt antwoord op. En ja, nou, de bisschoppen die mogen zich niet bemoeien met zaken die over de grens van hun bisdom reiken, dat zegt het kerkrecht. Alleen wanneer het gaat, alleen als één bisschop die het wel mag doen, dat is de bisschop van Rome, de paus. Maar die gaat er ook niet over, want die mag zich alleen maar bemoeien met zaken over de grens van zijn eigen bisdom heen, wanneer het gaat over geloofszaken of ethiek. En hier ging het slechts over de locatie van een klooster. Nou, dat is zo'n typisch beeld van twee gemeenschappen eeuwen met elkaar optrekken en elkaar toch niet verstaan. Niet dezelfde taal gebruiken. Een ander moment. Nijkerk, christenen voor Israël. De eerlijkheid gebiedt nog steeds om u te vertellen dat rabbijn van de Kamp meerdere jaren vrij afstandelijk was van die christenen hier in Nijkerk. En ik werd meerdere keer uitgedaagd door wijlen P. Koelewijn. Door wijlen de heer van Oort, om toch vooral te laten weten waarom die afstand. En die afstand dat was voor mij een historisch gegeven. Wanneer christenen een relatie zochten met de Joodse gemeenschap, dan was het in het verleden of alleen vervelend geweest, en ik noem dat dan maar vervelend, of lastig geweest. Want of het was de vervolging, of het was de bekering. Ja. Ja, natuurlijk, er waren ook christenen geweest die zeker in die hele donkere jaren van 40, 45 een ander beeld hadden geschapen van een zuivere geloofsovertuiging, die Jood redden, de Joodse moeder, die Joodse kinderen een onderdak bieden. Met gevaar voor eigen leven, gevaar voor het gezin, met de grootste ontberingen. Maar ja, dat waren uitzonderingen. En mijn visie toen op deze organisatie in Nijkerk was toch dat historische beeld. Want wij leefden naast elkaar. Wij kenden elkaar eigenlijk niet. En er was toen toch sprake nog van een bepaalde verzuiling, maar dat alleen was niet voldoende.
Christen en Joden deelden heel weinig met elkaar. En het heeft voor de Joodse gemeenschap, en heb ik het over het religieuze deel van de Joodse gemeenschap, toch wel lang geduurd om te, niet erkennen, maar te herkennen in de kerken dat er stromingen zijn, of aan de top, of het grassroots level, onderaan christenen, individuele groeperingen, die ook op zoek zijn naar een relatie met de Joodse gemeenschap, die bestendig is, die verantwoord is, en die ook binnen hun eigen christelijk denken toch theologisch verantwoord is, zonder meer bij elkaar aan te schuiven. En hoe beperkt die visie ook was, op een gegeven moment ben ik uitgenodigd bij een avond in Middelburg, in de grote bibliotheek, georganiseerd door het overlegorgaan Joden en Christenen. Het ging over de ontmoeting Joden en Christenen, of Christen en Joden. Een volle zaal daar in de bibliotheek. Ik ken de Joodse gemeenschap in Middelburg een klein beetje, de Zeeuwse gemeenschap. En de voorzitter op de avond, fijn dat wij hier dan eindelijk ook in Zeeland die ontmoeting van Christen en Joden hebben. En in mijn opening heb ik gezegd, ik kon niet nalaten, maar zeg, ja, maar dat is wel heel beperkt. Ik zie hier 150 christenen en 3 joden. Het is en blijft een inrichtingsverkeer. Nou, het inrichtingsverkeer, dat is ook wel te begrijpen. Allereerst de historie. Ja, en dan, als christenen zich al bemoeiden met joden, dan was het ook om hen de schellen van de ogen te laten vallen. En wij lopen zo graag door met die schellen. Wij willen zo graag dat u daarvan afblijft. Dat was zo een beetje de sfeer, de situatie zoals we die in de jaren 80 en begin jaren 90 kenden. Laat mij die overstap maken naar een iets wat diepere blik. Het omgaan met de Bijbel. Dus hier is een bekende uitspraak in Joods Nederland. Dat christenen die willen graag met joden spreken. En er moet dan ook gesprek aangaan, maar wij staan altijd met 1-0 achter. Wel met de kerk spreken, maar vanuit die kerkelijke visie op de Bijbel. En dat maakt het niet zozeer lastig, dat maakt het soms een beetje vervelend. De kerk, en ik spreek in de meest algemene zin, ja, want dat maakt het een beetje makkelijker voor mij. De kerk wil graag met de Jood spreken over hoe kijken jullie naar de Bijbel? Wat is de waarheid van de Bijbel? Er kan geen spreekbeurt voorbij gaan of, zo gaat dat nu eenmaal, bij de vragenstelling, ja maar, Jesaja 51, ja maar, Amos. En allemaal nog vragen, nog allemaal, natuurlijk uit het Oude Testament. Omdat de vragensteller altijd vanuit gaat, ik lees de Bijbel vanuit mijn christelijke bril, dus hoe gaat die, ja, dat zijn toch waarheden? En het duurt altijd eventjes tot ik heb uitgelegd, wacht eventjes, u leest door de christelijke bril en ik lees het door de Joodse bril. Dus wel dat gesprek. Ik neem er één mee naar één citaat. Het begin van Exodus. Amnifgai. De term voor, wat ik zou zeggen, het uitgekozen volk. U zegt het uitverkoren volk. Wanneer ik het woord uitverkoren volk hoor, dan denk ik altijd, dat is iets van een verhouding. Hè? U staat hier en ik sta hier. Ik ben uitverkoren. Amnifgai betekent vanuit de Joodse traditie, wij zijn uitgekozen. Niet zozeer met rechten, integendeel, met plichten. Nou, dat brengt ons al een stapje dichterbij. Uitverkozen in de zin van,
Het heeft de eeuwige behaagd om één volk uit te kiezen met een taak, met een opdracht, met de 613 gunnen verboden, om daarmee de anderen de weg naar de eeuwige te helpen vinden. Niet meer dan dat. Dat is de definitie, de beschrijving van Amnifra. Zoals we dat terugvinden in de Joodse bronnen, Talmud, Midras enzovoort. Dat is iets anders dan wij vanuit vele christelijke gingen horen. Gods oogappel. We hebben, net als ieder mens op deze wereld, een bijzondere opdracht. En onze opdracht is om die anderen te helpen om net als wij proberen de weg naar de eeuwige te vinden. Maimonides zegt in zijn codex, er zijn drie, in moderne termen zouden we zeggen, zouden we Maimonides vertalen, legale wegen om de eeuwige te dienen. Voor de Jood is dat de weg door middel van de 613 gunnen verboden. Voor de christen is het de weg van, en zo staat er letterlijk, de shutaf, de partner van de eeuwige. En Maimonides bedoelt daarmee te zeggen dat het is toegestaan voor niet-Joden om gebruik te maken van een bepaald concept, een partner van de eeuwige, en op die manier hetzelfde te bereiken uiteindelijk, dat leven na de dood. Dus Maimonides erkent dat er een weg is naar de eeuwige, zoals er ook voor de Jood een weg is naar de eeuwige. In dat opzicht is het Jodendom niet exclusief. Een heel ander beeld dan de kerken ons vaak hebben doen geloven wie wij eigenlijk zijn. En dat maakt het ook lastig om dan samen in gesprek te zijn. Er werd mij een vraag aangereikt vorige week over de 10 geboden. Zijn de 10 geboden alleen maar van toepassing voor de Jood? Of zijn zij ook van toepassing voor de niet-Jood? En u hoort het goed, ik gebruik niet het woord heiden. Als je kijkt naar Exodus 19, Exodus 20, de openbaring, de uitspraak, dat is. De Joden staan aan de voet van de berg en de eeuwige spreekt de 10 geboden uit. En waar zijn alle anderen dan? Waar was u? U was er ook. De Midras vertelt ons dat op het moment dat de eeuwige zegt, ik ben de eeuwige God, het eerste van de 10 woorden, is het doodstil in de totale schepping. De Midras verhaalt dat zelfs de vogels ophielden met fluiten. De totale schepping luisterde naar de stem van de eeuwige. En aan de hand van die uitspraak in de Midras wordt ook geconcludeerd. Ja, wat er staat in de 10 woorden is allemaal terug te herleiden naar de opdracht van de eeuwige aan de totale mensheid. En dan heb ik het wel over de 10 woorden in dezelfde volgorde zoals wij ze hebben, niet zoals u ze heeft. Maar daar kan ik ook niets aan doen. Als u het hebt over hoofdstukken in de profeten. Aanwijzingen die u vanzelfsprekend herkent als de opmaat voor het Nieuwe Testament, daar kunnen wij mee uit de voeten zonder ooit in ons leven het Nieuwe Testament ook maar over te slaan.
Veelvuldig wordt die opvatting geuit. Dat christenen en joden heel veel gemeenschappelijk hebben. Het hele Oude Testament. En daarna gaan we ieder onze eigen weg. U slaat uw bladzijde om. Gaat. Op de bladzijde van het testament. De jood dat boek dicht. En gaat naar het Mishnah, Talmud, Midras, Respons uit. Het meest verwarrende wat tussen u en ons staat, is die opvang. Pardon, het Oude Testament, het Nieuwe Testament, wij hebben de Torah. En ogenschijnlijk lijkt dat maar we doen het totaal. U begint niet te lezen in het Nieuwe Testament vanaf die witte bladzijde. U begint te lezen van het Nieuwe Testament vanaf Genesis. Benaderen in het gesprek zoals Willem en ik dat hebben gedaan. Die stelling zonder meer vasthouden. Het gesprek tussen Joden en christenen gaat niet om te doen of wij in de onschuld misschien of in de onwetendheid zoveel gemeenschappelijk hebben. Laten we eerst maar kijken wat de verschillen zijn. En met die verschillen kunnen we dan het gemeenschappelijke opzoeken. Bekend, ik heb hier ook wel eens verteld, dat gesprek wat ik ooit eens had met een tweetal predikanten in Den Haag over de vraag of onze Joodse gemeente mee zou doen aan een Yom HaShoah herdenkingsdienst, een gebedsdienst. Gezamenlijke gebedsdienst, christenen en joden in de Haagse Kloosterkerk. Toen vroeg ik aan deze predikanten, komt dan ook in dat gebed de christelijke Messias te sprake? Nee, nee, dat doen wij niet, want we doen het samen. Toen heb ik gezegd, nou, dan komen wij niet. U lacht, zij keken een beetje zuur. En waarom niet? Ik heb het ook uitgelegd. Het christelijk gebed, het Joodse gebed, is geen speelgoed. Het is waarachtigheid. En op het moment dat ik bij een dergelijke dienst aanwezig zou zijn, en u zou uit beleefdheid eventjes, mag ik het heel onerbiedig zeggen, de Messias parkeren, dan voel ik mij dan niet thuis. Ik was een keer bij een bijeenkomst in de Rotterdamse Lauwerskerk. En de predikant opende de bijeenkomst. En hij, en wij, ik was daar als gast met nog een paar mensen van de Joodse gemeente toen. En gemeente van de christelijke Messias. De bekende opening. 'S Avonds laat werd ik gebeld door de predikant. En zei: Rabijn van den Kamp, ik wil u graag mijn excuses aanbieden. Excuses? Nou, het was zeer aangenaam vanmiddag. Nee, nee, maar ik ben begonnen met die opening. En dat had ik niet moeten doen, want u was er ook bij als gast. U bent in uw kerkgebouw, ik ben gast. En dan verwacht ik eigenlijk de ruimte die u als christen in uw kerkgebouw neemt, zoals u iedere dag neemt. Dat moest ik even uitleggen. Nou ja. Wanneer Willem, Ouweneel en ik zelf onze gedachten delen, dan verwacht ik van mijn gesprekspartner dat hij alle ruimte neemt voor zichzelf die de Bijbel hem opdraagt. En Willem, je hebt dat gedaan en daarom is het boek ook zo de moeite waard. Wanneer dat ons uitgangspunt is, en dan komen we langzamerhand ook toe aan wat er zo goed is, ook in het christendom.
Laten we kijken naar vandaag. De kerk en de synagoge worden geteisterd door hetzelfde probleem. We hebben last van messiaans ongeduld. Dat is in de zin van, we kunnen niet wachten op de komst van de Messias. En omdat het tot en met vanmiddag nog wachten was, proberen we elkaar te overtuigen van hoe die Messias eruit zou moeten zien. Proberen we elkaar te inspireren van, accepteer nou maar. Nou, dan heb ik het als Jood erg makkelijk. Ik heb geen Matthäus 28. Ik hoef niet op weg te gaan. Ik hoef niet te getuigen. Maar ook, ja, ik weet het, ik ben er zelf schuldig aan door uw uitnodiging te accepteren. Maar bij de spreekbeurten, hier en daar in het land, dan krijg je toch ook wel eens die confrontatie van, ja, waarom accepteert u nou niet wat er in het Nieuwe Testament staat? Of iets waarder aangedikt. Wanneer gaan nou eindelijk eens de ogen open? Of ooit zullen we elkaar onder het kruis ontmoeten? Met nog een waarschuwende vinger er ook bij. Of meneer, die geeft de vrouw een arm, zegt we gaan naar huis toe, ze zullen het nooit leren. Laten we eens kijken naar een klein landje. Niet eens heel ver hier vandaan, maar waar dit mooie gebouw vol van is, Israël. In 1945, het einde van het Europese Jodendom. In 1945, van de Joodse gemeenschap in Nederland, is op dat moment nog niet eens zichtbaar hoe groot de verwoesting is geweest. Ja, er wonen nog 15.000 Joden in Nederland dan, van de 140.000 voor de Tweede Wereldoorlog. En diegenen die er wonen, die hebben maar één soort geschiedenis van de afgelopen jaren. Onderduik of concentratiekamp. Van de enkele honderden Joodse gemeenten is er nauwelijks iets over. En daar waar nog gemeenten zijn, buiten de grote stad Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, is het een schamel restant waarvan we dan toen al wisten, het duurt nog enkele jaren en dan is het voorbij. En 3 jaar later, op 10 mei 1948, wordt de Joodse staat Israël uitgeroepen. Het is logisch dat er toen een gedachte zich heeft ontwikkeld. Dit moet zijn de eerste stap van de verlossing. Het is logisch dat ook binnen de Joodse gemeenschap, binnen een deel van de Joodse gemeenschap, een religieuze invulling werd gegeven aan dat moment. Maar er was grote terughoudendheid. Het Israëlische oprabbinaat heeft, even na de oprichting van de staat Israël, een gebed, een zegenwens voor de staat Israël samengesteld. Dat wereldwijd in iedere synagoge zou moeten worden uitgesproken. We vragen God zegen voor de staat Israël. Reshit smigat geulatenu. Het begin van het ontluiken van onze verlossing. We zeggen niet onze verlossing. We zeggen niet het ontluiken van onze verlossing. We zeggen het begin van het ontluiken van onze verlossing. En u proeft hier wel de grote terughoudendheid. En dan zijn er gemeenschappen binnen de Joodse wereldgemeenschap, religieuze gemeenschappen, die zeggen nou, laten we die 3 woorden nog maar even overslaan.
Wij vragen God zegen voor de stad Israël. En welke invulling wij de religieus aan zullen geven, hoe dat te duiden, daar is het te vroeg voor. Er zijn gemeenschappen die het gebed niet uitspreken. Die denken, wij mogen de eeuwige op weg naar de verlossing niet voor de voeten lopen als het ware. Wij moeten diezelfde terughoudendheid nog steeds in acht nemen. Ook wanneer er een Joodse staat Israël wordt opgericht 3 jaar na 1945. De verschillen tussen kerk en Israël, tussen kerk en synagoge, zijn op dat moment heel zichtbaar. De kerk hier in Nederland, toen nog de hervormde kerk, de gereformeerde kerk, zijn aan het denken geslagen. En die proberen theologisch zowel de Tweede Wereldoorlog als de oprichting van de staat Israël theologisch in te vullen. Dat is natuurlijk een heel goed recht. En wie ben ik, maar misschien zelfs een plicht. Maar er is een vergissing gemaakt. Dat is mijn persoonlijke mening. U hoeft het helemaal niet meer mee eens te zijn overigens. Er is een vergissing gemaakt. Een historische vergissing die zich iedere keer, al die 19 eeuwen daarvoor al, opnieuw werd herhaald. Hier wordt opnieuw getheologiseerd over Israël, zonder zich rekenschap te geven van het religieus denken binnen het Joodse wereldgemeenschap, hoe zij erover denken. Ik heb ooit een predikant gekend, door meneer Johan Heulen uit Wassenaar, een vriend van de Joodse gemeente in Den Haag, waar ik toen rabbijn was. En die belde mij op een keer op en zegt, Lodi, wat heb jij morgenmiddag? Heb je morgenmiddag vrij? Ja, vrij niet, maar goed. Een rabbijn is 24 uur per dag, 8 dagen per week. Maar wat is er? Hij zegt, nou, morgenmiddag is er in Hilversum een bijeenkomst van predikanten die ze buigen over de evangelische omroep. Die komen 2 keer per jaar bijeen, vertelde mij. En dan waken zij over het religieus gedachtegoed van de EO enzovoort. En morgen gaan ze spreken over de Joden en ik ben er uitgenodigd en ik wil dat je meegaat. En voordat ik iets wil zeggen, wij, Jan Heulen, ik zou ook zeggen waarom. Want ik hou er niet van wanneer ze over Joden spreken, maar niet met Joden. De visie die zich heeft ontwikkeld in 1947 en 1948. Binnen kerkelijk Nederland. De visie die zich heeft ontwikkeld in de gereformeerde gemeenten in Nederland. Gereformeerde gemeenten en de gereformeerde in Nederland. Binnen de christelijke gereformeerde kerken. Over Israël gaat over Israël, maar niet met Israël. Er ontstaat na de Tweede Wereldoorlog opnieuw een theologisch denken, proberen invulling te geven aan, zonder niet alleen in gesprek te gaan, maar ook zonder rekenschap te geven, zonder zich af te vragen, maar wacht even, hoe kijkt de Jood vanuit zijn verstaan van het Jodendom? En weet je wat dan zo aardig is? En ik bedoel het eigenlijk helemaal niet zo aardig. Want wij mogen wel Gods oogappel zijn. Wij mogen wel het uitverkoren volk zijn. Wij mogen wel de drager van Gods woord zijn voor 19 eeuwen. Maar als het erop aankomt, dan weten wij christenen het allemaal veel beter. We houden een rekening met hun denken. En ik moet eerlijk zijn, dat is kwalijker voor de christen dan voor de Jood. Terug eventjes naar Israël. Met alle egards, met alle respect voor hoe de kerken in Nederland
aandacht geven. En waar mogelijk steun geven aan de staat Israël, maken zij diezelfde fout. De staat Israël is nog steeds binnen de Joodse gemeenschap. En dan heb ik het over de religieus-Joodse gemeenschap. En de religieus-Joodse gemeenschap, dat is de gesprekspartner van de kerken. Een hele eigen visie. Die varieert van religieus zionisme tot en met een passieve blik op de Joodse staat, religieus gesproken. En als je dan als kerk een religieuze visie wilt ontwikkelen over de moderne staat Israël, prima. Maar waarom haal je jezelf zoveel problemen op de hals? Met een knipoog naar de PKN. Met de aan de ene kant onlosmakelijke verbondenheid en aan de andere kant een dubbele solidariteit. Waarom haal je jezelf zoveel problemen op de hals? Kijk nou eens naar hoe de religieuze Jood omgaat met de staat Israël. En dan kun je dat hele hoofdstuk van het probleem waar kerken door Nederland in relatie tot Israël verzeild zijn geraakt, wegschrijven. Omdat, weer hetzelfde beeld, spreken over de Jood, maar niet met. En ik dacht, sinds de openingsvergadering van het overleg van Joodse christenen, hebben ze in ieder geval onze telefoonnummers. En als ze die vergeten zijn, dan liggen nog wel ergens de visitekaartjes. En het vreemde is, en ik ben niet bereid om dat gemakzucht te noemen, zoeken de kerken dan ook dat deel van de Joodse gemeenschap op. Dat is natuurlijk een goed recht, maar we hebben het over de problemen die niet religieus is. Want daar kun je makkelijk mee van gedachten wisselen. Maar als ik voetbal, dan ga ik niet in overleg met de korfbalclub. Zo eenvoudig is het. Na dit allemaal gezegd te hebben, wat is er dan zo goed aan het christendom? Heel veel, beste mensen. Heel veel. Met alle verschillen die er zijn. En ik hoop dat ik een beetje in staat ben geweest om, ja, zeg maar, die piketpaaltjes neer te zetten waar de verschillen liggen. We leven in een land waar de grenzen van heel veel zaken al lang overschreden zijn. Wanneer wij in ons land bemoeienissen moeten accepteren van een neutrale overheid met betrekking tot het onderwijs, tot het bijzonder onderwijs. Wanneer er een schoolinspectie is die u dwingt om invulling te geven aan de kerndoelen in het onderwijs, aan datgene wat de scholen moeten meegeven aan de leerlingen, die haaks staan op uw verstaan van de Bijbel, die haaks staan op de manier hoe u uw kinderen bent op te voeden, dan is dat een moment voor verzet. Ik ben hier niet bezig om een revolutie op te roepen, maar een moment voor strijd. Een moment voor het naar buiten treden. Een moment voor op te staan en zeggen tot zover en het gaat niet verder. Wanneer we leven in een mooi land waar de overheid gaat bepalen of uw politieke partij deze of deze niet op de kieslijst gaat zetten en ze daarmee gaat bemoeien, dan wordt het tijd om onze stem te laten horen. Wanneer wij leven in een land waarin op de schooltelevisie kinderen van 9 tot 11 jaar worden opgeroepen om dingen in het leven te doen waarvoor u als christen uw kinderen wilt bewaren, wordt het dan niet tijd
dat de kerk haar stem verheft. Ik kan heel ver doorgaan. En in dat opzicht staan kerk en synagoge, staat het jodendom en het christendom naast elkaar. En wij kunnen heel trouw en heel solidair naast elkaar staan. Niet omdat er geen verschillen zijn, maar omdat er juist in die dingen ons zoveel bindt. Er gaat geen dag voorbij dat in de krant of op de radio te beluisteren is hoe erg het gesteld is met de gezondheidszorg in Nederland. En dan heb ik het helemaal niet over de wachtlijsten in de ziekenhuizen. Dan heb ik hoe we steeds verder afglijden met betreft tot grenzen van het leven. De stem van de Bijbel. En dan maakt het helemaal niets uit of het christelijk of de Joodse stem is. Die moeten wij gezamenlijk laten horen. Ik heb even moeten nadenken, destijds, toen Willem Ouweneel mij vroeg of wij samen het boek Joden en Christenen zouden gaan schrijven. U zult het begrepen, er is historische en theologische terughoudendheid voor de Jood om in gesprek te gaan. Nu kende ik professor Ouweneel wel. Wij kwamen elkaar wel eens tegen. In Amersfoort, in de Evangelische Hogeschool. In de studio van de EO. Hij begint weer te lachen. En ik heb gezegd, bij mezelf gezegd, ja, ik ga het aan. Ik ga het doen. Ik wist van Willem Ouweneel dat hij absoluut de ruimte zou opeisen in ons gesprek. In alle eerlijkheid, in alle oprechtheid. Vanuit het diep geloof hoe hij zijn christendom verstaat. Daar kan ik mee spreken. Ik zat, een jaar geleden zat ik in een panel. Misschien twee kleine voorbeelden. En dan sluit ik af. Ik zat in een panel van predikanten en rabbijnen. En ik had de lastige rol om voorzitter te zijn. Want als voorzitter dan mag je alleen maar technisch voor zijn, maar je moet je niet met de discussie bemoeien. En dat is helaas aan mij niet goed besteed. En toen kwam natuurlijk de vraag uit de zaal, wat denkt het panel van de christelijke Messias? Ik had hier een orthodoxe predikant, een orthodoxe rabbijn en hier een vrijzinnige predikant en een liberale rabbijn. Ja, zegt de orthodoxe predikant, heel duidelijk verhaal. Dat is voor mij de Messias. En, ja. En de orthodoxe rabbijn had ook een heel duidelijk verhaal. De rechterzijde, de vrijzinnige predikant, nou, Messias, dat is wel een heel zwaar woord, hij is voor mij een rabbi. Een rabbi. En de liberale rabbijn zegt, ja, nee, hij is geen Messias, want je moet er komen, maar hij is wel, nou. En toen, daar ging ik echt mee over de schrift, toen zei ik, mag ik de heren vragen van stoel te verwisselen, niemand zal het merken. Ja. Daar kan ik niets mee, ja, in moderne termen. Wanneer ik in een panel zit, het gaat dan over de religieuze status van Jeruzalem en de vrijzinnige predikant. Alle respect dus, ja. De religieuze status van mij, Jeruzalem, is niet meer dan de religieuze status van Giethoorn. Ben ik geneigd te zeggen van, heren, ik wens u een prettige avond, ik ga naar huis. Ja. Wanneer wij het gesprek willen voeren, niet alleen met een blik op het verleden, maar juist waar wij nu in Nederland staan, heb ik mijn partner Willem Ouweneel gevonden. Dank u wel.